Omroep Peelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek. Peelrand Actueel. Vandaag in gesprek met de Rollenclub De Oude Molen met de Zomershow. Aanwezig Ingrid Biemans, welkom Ingrid. En de jonge dames Ava en Jul, welkom jullie ook. Jullie gaan dadelijk ook over vertellen over de Zomershow. Maar eerst met Ingrid. Hij zit weer aan te komen, de Zomershow. Ja. Want het is niet het eerste jaar, hè, dat jullie dit... Nee, gaat al jarenlang doen. Ja. En dat is bewust voor de allerkleinste, heb ik ook begrepen. Ja, dat klopt. Dat zij iets aparts hebben waar ze voor kunnen trainen. En heb je ook een doel om voor te trainen. Ja. De Zomershow is op 23 juni. Ja. Vanaf welke leeftijd doen ze mee met die Zomershow? En vanaf welke leeftijd beginnen ze eigenlijk met rolschaatsen? Je mag onder rolschaatsen vanaf 4 jaar. En de jongste bij de Zomershow zijn denk ik net 5. En de oudste, die zijn, ja, dat zijn jullie denk ik, een jaar of 9 of 10. Ja. Oké. Okay. Ja. Het is op 23 juni, op zondag. Altijd rond die periode? Ja, altijd een beetje eind juni, begin juli. Ligt er een beetje aan wanneer de zomervakantie begint. Wat het beste uitkomt, want met het rolschaatsen zelf, met wedstrijden hebben we natuurlijk ook altijd druk programma. Dus het ligt er een beetje aan wanneer het goed uitkomt. Ja, want met rolschaatsen is het hele jaar door, hè? Nederlands kampioenschappen, individueel klopt. Bedoel... We doen nu binnen het seizoen inderdaad met wedstrijden voor dansen en voor vrijrijden. Dus ja, wel, ieder weekend is er iets te doen. Ja. Toch een heel organisatie, zeg maar, om het allemaal weer te krijgen. Zeker. Ja, zeg maar, de trainingen voor deze Zomershow, wordt dat door jullie zelf gedaan als ervaren rijders? Of wie gaat die meisjes trainen? Het zijn wel inderdaad dus rijders geweest, maar ze zijn wel nu al wat ouder. Zijn ook moeders. Maar die hebben zelf ook geschaatst, inderdaad. Ja. Oké. Okay. En ook wat jongeren helpen ooit mee. Nou, beginnen we met Ava. Mooie naam, Ava. Hoe lang ben jij al bij het rolschaatsen? Vanaf mijn 4e. 4e jaar. Dus zeg maar al 4, 5 jaar ben je al actief met rolschaatsen. Ja. Dus het is voor jou niet de eerste Zomershow? Nee. Oké, okay. En hoe vind je die, die show rond deze vakantieperiode? Is die spannend dan voor jullie ook op die dag? Niet zo erg. Nee? Je bent voor het ervaren schaatsen dan, dus... Maar je traint eens in de week daarvoor? Ja. Ja, en krijg je dan ook een training met de groep of ook apart? Ja, met de groep, ja. Met de groep. Ja. En doe je dat binnen of buiten? Binnen. Binnen, oké. Okay. Ja, en Jul, jij ook, hè? Jij doet ook mee. Oh, je bent ook al een ervaren schaatster, heb ik begrepen. Ja. Ook al diverse jaren erbij. Hoe ben jij toegekomen om te gaan rolschaatsen? Ben je ooit met een kerstshow geweest en je zegt van, oh, dat vind ik wel leuk, ik ga ook met rolschaatsen. Ik was een keer naar de kerstshow gaan kijken en toen dacht ik ook dat ik wel rolschaatsen. Ja. Ook voor de Zomershow. Jullie zijn met een grote groep, heb ik begrepen. Want hoeveel meisjes doen er aan mee aan die Zomershow, Ava? Ja, rond de 20. Rond de 20, dus een hele grote groep. Ja. Is dat ook een leuke groep? Ja. Ja, gezellige groep ook. Ja. Oké. Okay. Ja, Ingrid, die meisjes, al vanaf zo klein. Mm-hmm. Is dat niet moeilijk als ze 4 of 5 jaar zijn, dat ze al volop mee kunnen draaien? Of wordt dat programma voor hun aangepast? Ze hebben natuurlijk wel al een aantal maanden training gehad voordat ze aan de Zomershow meedoen. Het is niet dat ze beginnen en meteen aan de Zomershow meedoen. Nee. Maar dat ze wel eerst een aantal maanden dat ze wel de basis hebben geleerd. Hè, dat ze wel met die groep mee kunnen. Dat ze wel kunnen schaatsen en in ieder geval een paar kunstjes kunnen doen. En dan doen ze dat mee met de Zomershow. Ja. Want het thema is... Kinderen voor kinderen. Dus daar komen ook de nodige muziek weer... Zeker. Dus dan wordt de oude doos ook weer... Ook uit de oude doos. Ja. En ook de nieuwe liedjes die nou bijvoorbeeld bij de Kinderboekenweek. Maar ook de oude liedjes die nog... Okay. Die wij ook nog allemaal kennen. Ja. Is dat, die show zelf, wordt die door jullie, de collega-trainsters, in elkaar gezet? Ja. Ook alles wordt zelf gedaan, nummers bedacht, muziek erbij gezocht. En dan de mensen van het naaien-atelier, die maken er weer pakjes bij. Dat is ook nog een heel... Of die trekken iets uit de oude doos, of maken weer iets nieuws. Of die maken er weer een ander tintje van. Ja. Oké, maar in ieder geval, dus er zijn weer een hoop vrijwilligers bij betrokken, zeker, denk ik. Heel veel, ja. Er moet ook speciaal decor voor gemaakt worden dan? Ja, er worden wel speciale dingen voor gemaakt, ja. Dingen hergebruikt of dingen die we straks bij de kerstje ook kunnen gebruiken, ja.
Oké. Okay. Ja, Ava, muziek Kinderen voor Kinderen. Ken jij daar ook de nummers van vroeger? Ja. Ja? In ieder geval, en als jij zeg maar aan het dansen bent, doe je ook af en toe meezingen met een bepaald nummer dat je denkt, oh, dat ken ik? Nee, dus jij concentreert je eigenlijk op het rolschaatsen? Ja. Oké. Okay. En jij ook? Kinderen voor Kinderen? Mooie muziek? Ja. Oké. Okay. Ja, Ingrid, zeg maar de hollenclub. Alle activiteiten worden door jullie zelf getraind? Eigen trainers van de vereniging? Of heb je ook trainers van buitenaf? Nee, alles zelf. Voor de kerstshow, voor de zomershow, maar ook voor het individueel doen we allemaal zelf. Ja, want jij bent ook begonnen, denk ik, als rolschaatser bij de... Ja. En nu ben je zelf... Je schaats zelf niet meer? Nee, ik schaats zelf niet meer. Maar nee. Ik neem aan dat je af en toe nog wel de rolschaatsen om hebt als je gaat trainen. Ja, als ik ga lesgeven, heb ik de schaats nog aan. Ja, ja. En nooit niet het gevoel van, ik moet toch nog eens eventjes een rondje maken? Of, Nee, dat niet echt. Nee? Nee, ik heb het nou al achter me gelaten. Ja, ja. Ja. Heb je daar ook speciaal cursus voor gevolgd of doe je dat intern? Of is dat de ervaring die je opgedaan hebt tijdens het rolschaatsen? Ja, vooral de ervaring. Ja. En dan heb je wel, als je vanaf jongs af aan loopt, dan met een oudere trainster wel mee. En dan ja, zo rol je er eigenlijk in. Ja. Want nou komt zeg maar, nou dit de zomershow. Is er ook zo dat er nou extra aandacht wordt besteed aan die meisjes? Want ik neem aan, als ze die één avond in de week, dat ze toch een heel programma moeten verwerken eigenlijk. Hè? Ja, ja, je moet er veel dingen oefenen. Hè? Ja. Ja. Allemaal verschillende groepjes hebben ze. En dan een nummertje daar en een nummer daar. Dus, ja. En is het ook zo dat ze alleen maar op muziek dansen van Kinderen voor Kinderen? Nu wel. Ja, met deze show wel. Ja. Oké. Okay. Dat ligt er bij het thema. Ja, het is alleen maar muziek van Kinderen voor Kinderen. Ja. Ja. Ja, het is op 23 juni, maar dan zijn er ook nog twee uitvoeringen. Ja. Om 1 uur en om 4 uur. Ja. Is het ook zo dat jij buiten het rolschaatsen nog andere sport doet? Nee, geen sport. Nee, nee. Maar nog een andere hobby. Ja, ja. Maar in ieder geval het rolschaatsen des. En voor jou ook, Jules? Ja. Ja. Ook het rolschaatsen alleen? Ja, alleen het rolschaatsen. Ja, oké. Okay. En in ieder geval heb je dan ook altijd, dadelijk met de zomershow, dat jullie papa en mama, opa's en oma's en familie komen kijken? Ja. Ja? Dus die komen jullie aanmoedigen? Ja. Oké. Okay. Ja, Ingrid, zeg maar, al van begin af aan die zomershow. Mm-hmm. Is het niet moeilijk om elk jaar weer een nieuw thema te vinden? Ja, toch lukt het iedere keer weer. Ja, ja, ja. Want dat geldt ook voor de kerstshow eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Daar hebben we speciale mensen voor die ja, dat ja, die, ja. Die, ja, ja, ja. En de kleding, hebben jullie dan ook iemand, zeg maar, bij die muziek moeten ze die kleding, of hoe gaat dat? Ja, er zijn ook de trainsters die dan een idee hebben van, nou, ik heb deze muziek en daar past dit pak bij. En dan hebben ze natuurlijk inspiratie van internet, of dat ze iets in hun hoofd hebben. En dan, ja, samen met de mensen van het naaiatelier, dan verzinnen ze iets wat ook mogelijk is om te maken natuurlijk, wat lukt. En, ja, dus 23 juni, dan is het zover, dan mogen ze weer. Ja. Volgens mij is dat voor hun ook wel spannend eigenlijk, hè? Als die datum nadert. Hè? Ja, het is wel spannend, maar ik denk voor de oudere kinderen dat die wel... Ja, ja. Natuurlijk ook al veel de kerstshows gereden en veel wedstrijden gereden en al vaak zomershow dan. Nou meisjes, ik zou zeggen succes op 23 juni. Hè? Twee uitvoeringen. Ja. Want de kaarten die zijn ook nog te koop. Ja, zeker. Of, hoe kunnen ze die kaarten bemachtigen? Via onze website rcdeoudemolen.nl kan je klikken op het linkje en dan kan je de kaarten bestellen. Ja, ja. Ze kosten €6,50 per stuk. Dus, en dan kun je twee, of in ieder geval een mooie show zien met, zeker, ja. Met de aankomend talent voor de hollenclub. Met meezinggarantie. Ja. Mooi. Oh ja, wat, dat is ja een... Kinderen voor Kinderen, ja, dat kent iedereen. De meeste ouderen die zingen dan mee, dus dat wordt gezellig in ieder geval. Ik, succes jullie. Jij ook succes. Ja, dankjewel. Nou, dit was in gesprek met de Hollenclub de Oude Molen met de jaarlijkse zomershow 2024. Omroep Peelrand TV, de nieuwszender voor gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek.